Op vrijdag 9 augustus werd door burgemeester Hubert Vos de koninklijke onderscheiding lid in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt aan Jos Verheijen, de voorzitter van TWC Asten. De uitreiking vond plaats tijdens de jubileumreceptie van de 40-jarige TWC Asten in clubhuiszaal Jan van Hoek. En het is mij dan ook een eer en genoegen u mede te delen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om Jozef Elisabeth Verheijen te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ik speel u graag de bestuurder. Ja, een wijs man die zojuist het woord genomen had of gekregen had, die zei: als je een hobby hebt wat je graag doet, hoef je niet voor beloond te worden. Maar ik ben hartstikke blij. En waarom blij? Niet zozeer voor die onderscheiding, is prachtig, maar dat er mensen zijn die vinden dat jouw werk zo goed doet en zo veelomvattend is, dat je die onderscheiding verdient. En daar ben ik heel erg blij mee. Ik was wel verrast, ja. Ik zag de burgemeester binnenkomen, ik zeg, die heeft een ambtsketting om. Maar toen zag ik de familie erachter en ja, toen rook ik onraad. Ja. Begon het een beetje te dagen. En hoe hebben jullie het geheim kunnen houden? We hebben het lang geheim kunnen houden, ja. Tot nu. Hij wist het dus echt niet. Ik wist helemaal van niks, nee. Nee, ik zei vandaag of ik kan heel goed sneeuw spelen, maar hij weet het echt niet. Ja, uiteraard. Kijk, een bestuur, net als dit TWC 40 jaar bestaan, dat kan je niet alleen. Dat doe je met een bestuur. En dat ik toevallig een aantal jaren voorzitter ben, heb ik in het begin niet eens geambieerd. Maar daar werk je samen aan en samen met een bestuur. En een bestuur die vooral dit jaar, met jubileumjaar, enorm veel werk verzet.